Goeiedag iedereen op YouTube. We zijn op Curaçao en we gaan even een kijkje nemen in het Sambiel winkelcentrum. Het schijnt voor Curaçaose begrippen een heel mooi winkelcentrum te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan even binnenkijken. Er zijn hier best wel hele mooie winkels, maar er zijn ook, ja, het is voor de rest niet helemaal vol. Dit pand bijvoorbeeld staat nog leeg. En hier staat nog iets leeg, maar het is op zich wel een mooi winkelcentrum, maar het is alleen nog niet zo heel erg druk. Het loopt niet echt storm. Vanuit het winkelcentrum loop je zo de food court op. Dit is een beetje een Amerikaans idee. Het is nu bijna 12 uur in de middag. En zoals je kunt zien is het nog niet zo heel erg druk. Het ziet er op zich wel heel erg mooi uit. We gaan even wat drinken hier. We zijn nu aan de andere kant van de food court en daar heb je ook nog een gedeelte. Deze kant loopt dood. Er zullen in de toekomst nog wel wat winkeltjes komen, denk ik. Nou, deze winkel die kennen wij allemaal in Nederland. Die heb je dus hier ook in het winkelcentrum. Deze winkel heeft een aparte ingang voor volwassenen en een ingang voor kinderen. Nou, we gaan weer weg. Ik vond het op zich best wel een leuk winkelcentrum. Het doet me erg denken aan winkelcentrums die ik veel in Amerika gezien heb. Het is alleen jammer dat het zo stil is en nog niet alle winkels bezet zijn. Maar het is op zich wel eens leuk om even naartoe te gaan. Ja, je ziet heel veel toeristen. Ik heb het idee dat mensen uit Curaçao dit soort winkels toch een beetje te duur vinden. Daarom kom je natuurlijk heel veel toeristen tegen. Oké, nou, mocht je hier naartoe komen, veel plezier. En tot het volgende filmpje. Tot ziens.